Hey, leuk dat je kijkt. Goedemorgen, vrijdagochtend, 7 uur, tijd voor je weektaak. Welke taak? Weektaak 3. Hoe kom ik daar, meester? Nou, ik heb hier periode B, blok 2, week 3, weektaak 3. Nou, als ik daar kom, zie ik dit allemaal. Let goed op. Je start niet de hele les. Dit doe je dus niet. Waarom? Je hoeft voor mij deze twee niet te maken. In plaats daarvan gaan we op Junior Einstein iets doen met klokken. Laat ik je zo meteen zien in een andere video. Wat ga je doen? Je gaat structuur doen. Dat is S1. Onthoud het goed, dit is de eerste keer dat ik het doe. Ik ga nu uitleggen wat je per vakje, dit noemen ze een vakje, moet doen. Je ziet al, je krijgt 5 vragen. Ik klik structuren aan, die moet ik maken. Wat is de waarde van 3 in 23? Ik zag heel veel kinderen die dit heel moeilijk vonden. Dat is echt heel makkelijk. Dus ik snap dat je, ik denk, ik weet het niet zeker, maar ik denk dat je het woord waarde niet kent. Waarde betekent gewoon, hoeveel is die 3? Is dat 3 euro? Is dat 30 euro? Of is dat 300 euro? Of 3000 euro? Dus wat betekent die 3 in 23? Als je het moeilijk vindt, moet je even in je hoofd of op je wiskundebordje opschrijven: eenheden, tientallen, honderdtallen. Dan zie je dat 3 een 3 is. Dus gewoon 3 losse euro's. Nou, zo ga je door. Wat betekent het 4 in 74? En zo ga je door. Oké, S2 hoef je niet te maken. S3 ook niet. S4 en 5 weer wel. Dus plussommen tot en met 1000. Vader heeft al 495 euro betaald voor de vakantie. Hij moet nog 204 euro betalen. Hoeveel heeft hij dan in totaal betaald? Totaal dus een plussom. Je kon eens op twee manieren doen. Het wisbordje, die komt. Nu, de getallenlijn op je wisbordje komt nu in beeld. Als je erop klikt, dan komt aan de zijkant, de rechterkant de video. Als je erop klikt, krijg je de uitleg van de getallenlijn op een plussom. Of je kan de honderdtallen doen. 400 plus 200 is 600. 90 plus 0 is 90. 5 plus 4 is 9. Samen 699. Zo doe je deze sommen. Ik geef een heel weinig uitleg. Want het is je weektaak. Ik laat nu de les in beeld komen waar ik deze som heb uitgelegd. Dan kan je ze weer even aanklikken en hem zelf doen. S6 en S7 moet je ook maken. Opa verzamelt postzegels. Zijn boek heeft 10 bladzijden met op elke bladzijde 18 postzegels. Dit zijn postzegels. Welke keersom hoort hierbij? Heel goed. 10 keer 18. Uh-oh, wat gebeurt er bij keer 10? Wat gebeurt er dan? Ja, dan kwam er een 0 achter. Dus 18 met een 0, 180. Ja, ik wil hem even overslaan. Juf haalt de tekeningen van haar klas op. Ze maakt twee stapels van 14 tekeningen. 2 keer 14. Dan moet ik de 14 gaan splitsen in 10 en 4. Dan krijg ik 2 keer 10. 2 keer 4. 2 keer 10 is 20, 2 keer 4 is 8, samen. Dus elke keer een keersom. En een keersom ga je splitsen. Dan denk je klaar te zijn. Sorry. Kijk eens, nog een hele bladzijde. Oh-oh.